hangt een beetje af van waar ik draai, maar ik heb meestal wel inderdaad de nummers ken ik nu wel al die ik zou willen draaien. Dus over het algemeen is het wel ter plekke van, nou, ik zie wel wat ik draai eigenlijk. En hier? Hier is het ter plekke, ik zie wel wat ik draai. Wat maakt haar nou volgens jou een hele goede DJ? Ze weet heel goed in te spelen op de trends, zonder haar eigen stijl daarbij te verliezen. Als zij zin heeft om een classic te draaien, dan doet ze dat gewoon. En haar hele attitude is heel open en heel relaxed. En ja, het is ook een prachtige dame om naar te kijken, dus ik vind haar echt fantastisch. Maar deze beeldschone dame is ook hip-hop. Haar naam, DJ Isaac. Vandaag zorgt zij tussen de optredens door voor een lekker achtergrondmuziekje tijdens de eerste editie van het Hip-Hop Café in Grounds. Ja, hip-hop, het is gewoon meer de beats. Als het goede tekst heeft, wat sommige hip-hop wel heeft, is het gewoon lekker om naar te luisteren. En het is gewoon, ja, lekker, ja, het is gewoon lekker muziek. Het is een hele toffe stijl die heel veel verschillende kanten op kan. Hip-hop is niet meer alleen maar boom-bap en een boze rapper. Het is ook melodieus en met zang, met allerlei soorten stromingen vermengd. Het is een soort van een oneindig ontwikkelende stroming en daardoor vind ik het heel erg tof. Waar komen de meeste hip-hop liefhebbers nou bij elkaar? Ja, bij elkaar thuis, op de slaapkamer, op de zolderkamer. En het is toch leuker als je lekker even buiten de deur gaat met een plek waar veel muzikaal getalenteerde mensen komen. Ja, en Grounds is natuurlijk perfecte plek daarvoor. En ja, ik denk dat er echt wel behoefte is aan zo'n plek in Rotterdam. Ik ben ongeveer 2,5 jaar geleden begonnen met scratchlessen bij het hiphophuis. En uiteindelijk 9 maanden later ongeveer een eigen set gekocht thuis. Draaitafels, een kleine mixetje. En toen begon ik gewoon met vinyl eigenlijk te beatmixen en daar is het een beetje ontstaan. Weet je wat ik wel fascinerend vond om te zien trouwens? Jouw rode LP's. Ja, klopt. Ja. Waar komen die vandaan? Ik draai met Serato. Dat zijn digitale platen. Die kan je dan omzetten naar, kan je gewoon je mp3'tjes of je waves, kan je dan gewoon op je platen zetten. En ik heb gekozen voor rode platen. Oké, okay, dus het zijn een soort USB-sticks, maar dan in de vorm van een LP-plaat. Ja, precies. Dan heb je gewoon het gevoel van vinyl, maar dan wel hoef je niet al die platen mee te showen. Lekker zeg. Ja, precies.